De talentstromen zijn nu uitgerold in klas 1, 2 en 3. En docenten zijn enthousiast, leerlingen zijn enthousiast. Maar heel graag willen wij ook meten wat we precies doen. Leren onze leerlingen nou beter kritisch denken? En wat is het verschil in klas 1 en klas 3? We meten door het middel van maken van rubrics, een formatieve wijze waarin we de voortgang van de leerling beschrijven. Daar valt nog heel veel in te ontwikkelen en nog heel veel aan te doen. Uiteindelijk telt talentstromen mee als vak op het rapport. Het wordt als eindbeoordeling krijgt het een cijfer. En het is heel moeilijk om de voortgang van een leerling in een cijfer uit te drukken in de ontwikkeling van bijvoorbeeld creativiteit of probleemoplossend vermogen.